Expeditie. Deel 1. Episode 1. Hoe overleef je de familie Hartman? Nou, hier krijg je dus 10 tips hoe je de Hartman-expeditie overleeft. Tip nummer 1. Wees Andreas. Niet tegen Andreas ingaan. Nee. Ja, ik ga wel weer. Oké. Okay. Einde volgende week. Nee, vandaag gaan we richting Hilversum. Hilversum. En dan naar Amsterdam. Oké, we zijn eindelijk aangekomen op Hilversum station. En we hebben deze gast gevonden. Ik? Gewoon leven. En de volgende keer je OV-kaart niet vergeten, Andreas. Sorry. Oké, we zijn nu dus in Amsterdam aangekomen. En nu mogen we met een boot gratis naar de NDSM-werf. Het is gratis. Wij zijn Nederlanders, wij houden van gratis. Very nice. Oké, ja, dat komt er niet in. Oké, en nu zijn we op de NDSM-werf. Yeah. Met camera's. Kijk, deze man die heeft een mooie camera. Hoeveel van die mooie camera? Ja, laat maar. I'm too good for that shit. 200 euro met extra 0. Je moet een 7D hebben. Er zit een 0 erachter. Dus we hebben een mooie Sexyland. Geen idee wat dat is. Volgens mij een of andere hippie plek. Ja. Doekzakjes. Ja, we zijn hier zo op dit moment uitgefotografeerd. En we gaan nu supermarkt opzoeken. Deze man heeft honger. Eigenlijk vooral deze twee mannen. Maar... Hey. Kom erbij. Nee, jij krijgt geen plek. Oei. Dat krijg je ervan. Geef mij voedsel. Dit laat dit een les zijn. Nee, dit is geen les. Je moet gewoon weggaan. We hebben vakantie, oké. Okay. We moeten de dorst lessen. Wat? Ja. We moeten de dorst lessen. Ben je een lessenaar? Met minder lessen. Ik wil ook... Let's go! Hier zo zie je Andreas in his natural habitat. Foto's aan het maken van een lantaarn. Het zou je hobby maar zijn. En Thomas die drinkt takjes. Ja, Thomas de takjes drinker. Ja. Ik ben echt gezond, ik eet geen McDonald's meer. Ik ben McDonald's. Zoals je ziet is Andreas foto's aan het maken van metaal. Hekjes. Ja. Hij is geobsedeerd door hekken. Andreas, geef het maar toe. Je hebt een obsessie met hekken. Precies. Kijk eens, het zijn een aantal grazende duiven. What the fuck? Oké. Okay. Ondertussen zijn we in Amsterdam zelf. Waar gaan we heen? Vondelpark. Hey. En toen waren we lekker in de drukke straat van Amsterdam. Je hebt een mooie foto's aan het maken en zo. Komen er random mensen op je af. Een mooie... Je wil je een mooie Canon Speedlight 630 AX verkopen. Zoiets. Ik heb geen verstand van. Hij wel. We zijn nu op zoek naar Domino's. Ik zie daar een McDonald's heel verleidelijk. Maar deze gast, die eet serieus geen vlees. Ja, die schuldige. Ja. Kijk als een schuldige kijken dan, maar ik wil geen vlees. Hoe dan? He's a wizard, Harry. En toen waren we bij de Domino Pizza. Een random pizza pal in het midden van Panta. Kijk dan. Yo, laat ik mijn fiets hier maar neerzetten. Hoi. Adres wou ik dat zeggen. Ja. Precies. Zo. Hey. Voor de park hier uit. Hondelpark. Yeah. Camera squad. We parked ourselves in the park. What? We parked ourselves out of the park. That joke hit it out of the park. Ah, get out of here. Oké, dit lijkt echt wel alsof we Italië binnenlopen of zo. Kijk dan. Maar, ja, kijk. Het is echt alsof we Italië binnenlopen. We zijn op vakantie. We zijn ook op vakantie. Kijk dan. Dit is gewoon Italië of zo. Ja. Ja, hou je mond bij. Wow, we zijn bij Arnhem Amsterdam. En daar is hier een gigantische
Dat is toch ook zo aan de gang, je bent. Ja, echt wel een stukje, weet ik veel wat. En verderop is er ook nog basketbal of zo. Oh ja, en Thomas, het geluid geweldig. Precies. En hier hebben we Justin. Hij zit op een i. Geef me een i. En dat is wel genoeg, want hij staat daar maar. Of hij zit daar maar. Dicht. Oké, hoppa. Yes. Teamwork. Woe! Justin, hoe voelt het om de eerste man op de i te zijn? Nee, wat? Waarschijnlijk nee, niet. Ik zal niet de eerste zijn. Puntje op de i. Nee, je bent wel een van de. Je bent wel even een idioot. Ik ben een idioot. De i van idioot. Precies, echt een idioot. Dat is ideaal. Dat is een puntje op de i. Ideaal. En, well, on that note, doei! Zoveel vogels gemaakt. Hoeveel gig heb jij volgeschoten? Vertel me. 16 gig. 16 gig. Nou, daar kom ik voorlopig niet aan. Dus, maar ik heb wel flink. Deze man is nog steeds bezig. Let's go. Let's go. Die kant. Nee, we gaan die kant op. Kijk, ik wist het wel. Ik wist wel waar ik heen moest. Wow, dit is best wel sick belichting. We zijn net bij de Starbucks geweest en hebben als hipsters koffie gehaald. En ja, die gast, die heeft dat is echt de ultieme hipster. Hij heeft thee gehaald bij de Starbucks. Met water. Hij blijft me verbazen. Someone stop this guy. Check dit uit dan. Echt heel chill hier. En we hebben hier zo'n gigantisch Chinees restaurant. En we hebben een Andreas die een foto maakt van een Thomas. Ja, die hartstikke mooi aan het poseren is. Geloof het of niet, we zijn een uur later nog steeds bezig met fotograferen op de werf. Overigens, het zonlicht was hier echt geweldig en het licht is hier nog steeds erg goed. En ja, kleine fotoshoot. Fijne Andreas, heel erg interessant. Dan hebben we hier zo'n mooi restaurant. Het is een Hawaïaans, Russisch, Balkan, Macedonisch. Het restaurant. Ik poseer in ieder geval beter in ze. Balkan kan wel iets meer, maar tegelijkertijd hij is al op één bedacht, dus dat kan niet echt heel erg anders. Ja. Dus voor de afstand is dit best wel epic. Nice, thanks. Wat hij zei. Ook niet de beste. Oh, ik ben echt kapot moe. We zitten nu weer in de trein. We gaan zo meteen weer terug richting Amersfoort of vanuit Amersfoort weer naar Ermelo. We zijn nu een beetje de foto's terug aan het kijken. Hij is een beetje cringy hoor. Het is wel mooi, het is wel een hele mooie foto. Ik heb echt, mijn rug is half dood. Ja, dat is echt een mooie foto. Sowieso even Andreas op Instagram volgen. Hij is echt een geweldige fotograaf. Waarschijnlijk zien wij alleen dit terug in onze familie, maar. Want wij hebben geen mensen die onze video's kijken. Zeg maar. Dit komt allemaal wel goed. Nee, jouw kanaal. Ja, ik ben tijdens de familie aan het worden. Ik ben een soort van familie aan het worden. Ja, maar eerst met mijn zuster al. Oké, okay, dat escalate. En toen waren we weer terug bij waar we onze dag begonnen. Andere mobiel is half dood. Dit mobieltje is bijna dood. En we hebben echt geweldige foto's gemaakt. Wat denk jij? Ik denk dat het heel erg geslaagd is en ik denk dat je mij niet kan zien vanwege het licht hierachter. Tenzij ik zo doe. Mag zo ook nog. Wow, dat hielp. Ja, laten we dat vergeten. Heel snel. Maar wij gaan in ieder geval slapen. Dus ik hoop dat ik dit morgen kan editen. En good dat dit het op tijd is. Adios. Peace.
tevreden dus.